Het is flink zoeken, maar als je goed genoeg inzoomt, daar net een beetje boven Rotterdam, vlakbij Bleiswijk, zie je een paar straten bij elkaar. Het is het gehucht Kruisweg. Het hele dorp is niet groter dan zo'n 60 huizen. Maar zoals het er nu naar uitziet, zal het buurtschap binnenkort verdwijnen als de verstedelijking doorzet. De grootste bedreigingen zijn natuurlijk de infrastructuur, wat er allemaal omheen aangelegd wordt. Dus nou, die snelweg en die parallelweg, industrieterrein wat er achtergelegd wordt, woonwijken die oprukken, de hoge snelheidslijn die er aan schampt. De wijdheid is gewoon raakt verloren en mensen trekken dus weg. Om de gehuchten dus niet verloren te laten gaan, hebben de makers van de website plaatsengids.nl een rode lijst met bedreigde plaatsen gemaakt. Wethouder Henk de Pape van de gemeente Lansingerland, waar Kruisweg onder valt, had de twijfelachtige eer om de lijst als eerste te mogen ontvangen. Bewoners van Kruisweg vinden het ook jammer dat zij de twijfelachtige eer hebben om bovenaan de lijst te staan. Ja, op zich word je er niet helemaal vrolijk van. We hebben hier altijd fantastisch landelijk gewoond, maar het wordt wel steeds drukker allemaal. Ja, dat is niet zo leuk natuurlijk. Ik had het graag zo gehouden, maar ja, toch zou het is niet anders. Wat zei je, mevrouw? Toch zouden we dit plekje niet graag willen ruilen voor een andere plek, hoor. Nee, echt niet. Maar je zit hier altijd nog beter als in de stad, vind je niet? Het is mooi bekijkt, want het dorp kijkt op dit moment uit op een snelweg en loodsen. Want ik had eerst een mooi uitzicht achter. En nu kijk ik natuurlijk tegen die loodsen daar aan. Ja. Dat is natuurlijk wel jammer. Met de lijst hopen de initiatiefnemers dat de gemeenten beter zullen omspringen met hun buurtschappen. En dat de gehuchtjes dus niet ineens van de kaart zullen verdwijnen.